De man die vrijdagavond een bloedbad aanricht in het Duitse Solingen is een asielzoeker uit Syrië die Duitsland al eerder verlaten had moeten hebben. Zijn asielverzoek werd afgewezen, waarna die tijdelijk uit zicht verdween. In Solingen stak hij 3 mensen dood bij een volksfeest. Meerdere gewonden zijn er ook gevallen. IS heeft de aanslag opgeëist. Terrorismeverslaggever Sylvain Schoonhoven. Een persoon die met een mes handelde, hè, en uiteindelijk zichzelf aangeeft. Denk je dat hij solistisch handelde ook? Nou, er was sprake van een tweede aanhouding van iemand die voorkennis had van dit incident. Die is door de politie weer vrijgelaten op een gegeven moment. Het lijkt erop dat dit iemand was die in zijn eentje handelde. Ja. Sowieso zijn de grote terroristische aanslagen waarbij hele groepen samenwerken, die zijn eigenlijk best wel schaars geworden. Omdat dat soort aanslagen ook makkelijker te voorkomen zijn. Het gaat om de 26-jarige Syrische asielzoeker en Soenitische moslim Issa Al-H. Ik onderbrak je. Hoe individualistischer, hoe beter dus vanuit het oog. Nou ja, hoe meer jij samenwerkt, hoe meer jij belt en mailt met jouw vrienden, en hoe groter de kans dat inlichtingendiensten jou kunnen onderscheppen. En dat is ook regelmatig gebeurd de afgelopen tijd. Er zijn veel aanslagplannen voorkomen, omdat mensen toch communiceren, dan opvallen en dan wordt het plan verijdeld. Maar als jij in je eentje met 1 mes, 1 persoon, 1 plan, ja, weet je, dat is heel moeilijk te onderkennen. En dat is het grote probleem van dit type aanslagen, wat we helaas veel zien. Ja, nou is deze aanslag opgeëist door IS, Islamitische Staat. Op Telegram is dat gebeurd. Is dat dan een automatische reflex van IS of zijn die echt verweven met deze aanslag? Wat denk jij? Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Wat je kunt zeggen, heel veel van dit soort aanslagen worden inderdaad opgeëist door IS. Of er dan rechtstreeks een opdracht is uitgegaan vanuit IS naar zo'n persoon, of dat iemand alleen maar geïnspireerd is door een oproep gedaan door IS, dat kun je nooit helemaal achterhalen. In dit geval kan het best zo zijn dat er helemaal geen contact is geweest tussen, laten we zeggen, een hoofdkwartier van IS en deze verdachte zelf. Maar dat iemand puur heeft geluisterd naar de oproep die IS heeft gedaan. Dat hebben ze ook dit jaar weer gedaan. Aanslagen te plegen op doelwitten in het Westen. Daar gehoor aan geeft. En dan kan IS zo'n aanslag ook claimen. Dus de organisatie zelf hoeft eigenlijk helemaal geen vuile handen te maken. Anders dan gewoon die oproep doen. Dat is hoe terrorisme werkt vanuit deze jihadistische hoek. Er zit ook een fundamentalistisch motief, zeg maar, meer vertegenwoordigd in vluchtelingen die, of asielzoekers die vanuit Syrië komen. Hebben we het jou natuurlijk ook situatie in Nederland heel erg in de gaten. Met van de veiligheidsdiensten, is dat echt een risicoland voor de veiligheidsdiensten hier? Nou, dat kun je niet zo precies zeggen. Kijk, er wordt natuurlijk gekeken naar van, oké, we hebben een verdachte of we hebben een dader. Die wordt al dan niet aangestuurd door Islamitische Staat of door de Afghaanse tak van Islamitische Staat. Hè. Dat is een groep waar we de laatste tijd veel over gehoord hebben, omdat die eigenlijk actiever zijn dan de klassieke kerngroep van IS die vanuit Irak en Syrië opereerde. De Afghaanse tak die is behoorlijk in kracht toegenomen. Die wordt ook verantwoordelijk geacht voor die aanslag in Moskou. Die grote aanslag waarbij meer dan 150 doden zijn gevallen. En die laten veel van zich horen. Wat van belang is voor de opsporingsdiensten en voor de veiligheidsdiensten is van met welke groep voelt zo iemand zich verbonden? En valt dat terug te voeren op één specifiek type jihadisme? Ja, dan is het de nationaliteit van de aanslagpleger daar ook een onderdeel van. Is minder van belang. We hebben bijvoorbeeld een aantal verdachten gezien vanuit Tajikistan, Oezbekistan. Zeg maar de landen meer in Centraal-Azië. Omdat die meer deel uitmaken van de invloedssfeer van IS. Ja. De Afghaanse tak daarvan. Ja, ISK genoemd ook wel. Ja, ik vraag het ook omdat natuurlijk Wilders op X heeft laten weten dat bepaalde gebieden in Syrië als veilig gebied moeten worden verklaard, waardoor die instroom van Syrische asielzoekers of vluchtelingen dan wel afneemt of ze sneller terug kunnen worden gestuurd. Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag bij een asielstroom. Wanneer is een land veilig of wanneer is een land gedeeltelijk veilig? En kan je dus zeggen van, er zijn nog wel problemen in een bepaald gebied, maar het is niet meer zo dat het hele land per se levensgevaarlijk is om in te wonen. En dan komt er wel een moment dat je zou kunnen afwegen van, we gaan mensen die zeggen dat ze op de vlucht zijn geslagen voor oorlogsgeweld uit zo'n land niet meer automatisch die verblijfstatus geven.
om hier te blijven. Maar dan kan je dat gaan heroverwegen. Ja, ja, of dit het moment is, daar moeten de experts maar wat over zeggen. Ja. Ja, nou, ik vraag het ook omdat Wilders misschien dan bedoelt dat Syrië specifiek een land is waar meer instroom van komt met mensen die misschien duister of slechte motieven nou ja, dat hebben. Uiteraard gaat het om een heel klein aantal. Hè. Voor zover je daar kunt zeggen. Je kunt niet zeggen van uit het ene land komen meer jihadisten. Die kunnen overal vandaan komen als ze maar in hun hoofd hebben dat ze zijn geïnspireerd. Maar feit is wel dat wij de afgelopen jaar echt weer een enorme golf zien van terroristisch geweld. Hè. Dat is belangrijk om vast te stellen. In 2021 was het zo. Toen was de golf eigenlijk op een dieptepunt. Toen was er bijna geen activiteit meer te zien in Europa van dit soort groepen. En sindsdien, 2022, 2023 en zeker dit jaar, zien we echt een enorme golf weer opkomen. Doet denken aan de situatie waar wij een aantal jaar geleden voor stonden, toen wij nog verslag deden, 2019, 2018, van allerlei grote aanslagen in Europa. Waar we toen eigenlijk, niet dagelijks, maar wel heel regelmatig mee te maken hadden. Dat is toen afgezwakt. Maar nu is die golf eigenlijk weer terug. En dat is heel, heel zorgwekkend. En hebben de veiligheidsdiensten een idee waardoor het komt dat er weer een grotere dreiging en meer aanslagen plaatsvinden? Ja, het is een soort mix van factoren. De Islamitische Staat is natuurlijk verslagen in 2017. Toen is hun machtsbasis in Syrië is vernietigd. Dan zou je zeggen, van dan is zo'n organisatie uitgeschakeld. Maar wij zijn daar natuurlijk niet permanent aanwezig om de boel in de gaten te houden. Sterker nog, we hebben daar de boel gelaten zoals het was. En dan kan zo'n organisatie zich weer gaan herpakken. En die kan weer groeien. En die kan ook takken openen elders, zoals dus in Afghanistan. En die Afghaanse tak die is dus bijna nog sterker gegroeid dan het oorspronkelijke IS. Bovendien zijn er allerlei nieuwe grieven tegen het Westen, waarbij de oorlog in Gaza is er één van. Dus de verontwaardiging dat het Westen steun verleent aan Israël. En in die kringen wordt het beleefd dat hun Palestijnse broeders daar worden uitgemoord door Israël. Dat is ook weer de schuld van het Westen. Dus daarom zijn we weer een legitiem doelwit. Maar eigenlijk is het Westen altijd een legitiem doelwit, natuurlijk in hun ogen. Omdat zij zien ons als de grote vijand. En als we het concreet hebben over de dreiging in Nederland. David van Wil, de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid, die zegt de gebeurtenis past helaas ook bij het huidige dreigingsbeeld in Nederland, zoals vastgesteld door de NCV. Ja, hoe hoog is het dreigingsniveau dan op dit moment hier? Nou, dat is 4 van 5 al een tijdje. Hè. Dat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. Het is niet het hoogste dreigingsniveau, maar dat is zeer zeldzaam. Dat hebben we eigenlijk alleen gehad op het moment van de aanslag door de tramschutter in Utrecht. Die toen nog op vrije voeten was. Toen was het dreigingsniveau in Utrecht even 5 van 5. Dat hebben we niet vaak meegemaakt. Maar dat betekent dus dat er echt kans is dat wij ook hier in Nederland te maken krijgen met een terroristische aanslag. Vanuit hetzelfde motief zoals dat wellicht, hè, het moet allemaal natuurlijk nog uitgezocht worden, maar in Solingen is gebeurd. Ja, dat kan zijn uit woede over wat er in Gaza gebeurt. Dat kan zijn uit woede om Koranverbrandingen, dat is ook een motief wat veel genoemd wordt op de sociale media van deze groepen als reden om kwaad te zijn op zowel Nederland als Zweden. Ja. Maar dat soort Koranvernielingen worden ze genoemd. Een aantal keer zijn voorgekomen. Dus men ziet ons als een land waar de Koran en de islam worden beledigd en vertrapt. En dat maakt ons tot een extra doelwit in feite in de ogen van dit soort daders. En afgelopen vrijdag dus in Solingen 3 doden te betreuren, meerdere gewonden gevallen door die terreurverdachte die Duitsland wordt voorgeleid nu bij de rechter. Het wordt allemaal vervolgd, Sylvain, dank je wel.